De Basketball Academy Suriname heeft als basisdoel de integrale ontwikkeling van jonge talentvolle spelers in Suriname. Speerpunten hierbij zijn basketbalvaardigheden, studievaardigheden en de gedragsontwikkeling van de pupillen. De organisatie is op zaterdag 13 augustus 2022 officieel geproclameerd, hetgeen gepaard ging met de introductiedag en demonstratietraining in het sporthal van het Miranda Lyceum. Deze dag is een introductiedag om kennis te maken met het publiek, omdat wij van start zullen gaan met BB Academy Suriname, waarbij wij jonge talentvolle spelers zullen ontdekken in Suriname en verder ontwikkelen. Op mentaal, fysiek, technisch en op alle andere aspecten die nodig zijn om topsporters te worden. Het initiatief vloeit voort uit het feit dat wij dus al jaren hier basketbal beoefenen in Suriname, maar we merken op dat de talenten dus niet verder doorgroeien naar de top in de wereld. En daarom moet je jong beginnen met het ontwikkelen van talenten. In alle aspecten. Dus niet alleen maar op sportief vlak, maar ook qua educatie en op cognitieve vaardigheden zoals mentaal. En ook de approach voor de game. Wij willen dus mensen gaan opleiden die dus modelsporters zullen worden in de toekomst. Buiten het normaal basketbal gebeuren om, gaan we die talenten dus meer trainen, vaker trainen, waardoor ze dus veel beter zullen worden. Dit initiatief moet daartoe leiden dat wij dus in feite het totaal basketbal gebeuren in Suriname gaan verbeteren. Want wanneer je de spelers dus correct traint en tot betere spelers maakt, gaat het heel plaatje van alle verenigingen ook omhoog. De prestaties gaan worden beter en onze prestaties internationaal zullen ook beter worden. De voorbereidingen zijn eigenlijk van start gegaan ongeveer een jaar geleden. Toen zijn we met counterparts in Nederland reeds in vergadering gegaan op wekelijkse basis. We hebben toen een SWOT-analyse gemaakt, een plan van aanpak opgesteld en we staan nu hier met onze opening. Wat wij van de Academy zullen doen, wij gaan naar de buurten. Wij gaan dus talenten ontdekken. Het is talentherkenning en talentontwikkeling. Maar mocht je een talentvolle speler hebben of kind hebben, waarvan je ervan overtuigd bent dat die talenten beschikt op fysiologische vlak, op technisch vlak, mag je die altijd brengen. Maar wij gaan dus eigenlijk talenten ontdekken. Wij zullen dus samenwerken met het ministerie van Onderwijs en Sport en Jeugdzaken. Waarbij we dus, en sport- en jeugdzaken, waarbij we dus een samenwerking willen hebben op het gebied van onderwijs en scholen. Want wanneer je dus jong begint, zul je dus ook een bepaalde tijdsplanning moeten hebben. En daarbij moeten alle stakeholders eigenlijk aan boord zijn. En scholenbasketbal zal dus in feite hierdoor ook bevorderd moeten worden. Want daar kan je ook weer talenten herkennen, landelijk. Dat is een proces, daarom moet je stap voor stap te werk gaan. Je moet niet te groot denken in één keer. Je moet beginnen aan de basis, fundamentele zaken in place hebben. Randvoorwaarden in place hebben. Dan ga je per kind specifiek aandacht geven. En ze dus steeds stap voor stap met een goede planning en een goede monitoring ontwikkelen. Dus het is een proces. Na vandaag gaan we dus al volgende week starten met onze academy met lessen. Vandaag hebben we intro lessen, intro wedstrijden ook. En we gaan dus niet meer stoppen. Gaat de academy een vaste plek hebben of is het gewoon Lyco Sporthal? We hebben dus op dit moment hebben we Lyco Sporthal en Palevi Sporthal op het oog om in feite onze trainingen te verzorgen. En wanneer onze doelgroep gegroeid is, wanneer onze core allemaal sterker is, wanneer we financieel ook een beetje onafhankelijk zijn, zullen we ook een eigen accommodatie hebben. Wij willen dus en basketballers die bij een club aangesloten zijn extra trainen en basketballers die nog niet basketballen. Dus dat is eigenlijk onze insteek. We willen dus eigenlijk grassroots ook betrekken in ons plan, in onze academy. Want dan ga je dus het basketbal gebeuren laten groeien. Ik zie dat er ook meisjes aanwezig zijn. Ja, het is voor jongens en meisjes. En schrik niet, er zit hier een meisje die dus in feite al naar het buitenland moet. En als je dus meisjes naar het buitenland stuurt, zouden we op de academy er al jarenlang kunnen hebben gevormd. Niet alleen op sportief vlak, maar ook mentaal. Want daar ontbeert het ook bij voetbal, dat we wedstrijden spelen, dat we net niet het mentale edge hebben om te prevaleren. En daar gaan wij voor zorgen. Heeft u een oproep naar ouders voor zorgers? Ja, ik zou zeggen, blijf uw kind goed opvoeden natuurlijk. En als u contact met ons kunt opnemen, dan kunnen we uw kind verder begeleiden. Waar kan men de basketbalacademie bereiken? Hoe kan men de basketbalacademie bereiken? Eigenlijk op een telefoonnummer en e-mailadres, maar ik zal mijn nummer alvast doorgeven. Dat is 813-7090. En onze adressen zullen dus via de pers ook kenbaar gemaakt worden.